vandaag op het Binnenhof om het Wet-DBA feedbackrapport aan te bieden aan Politiek Den Haag. Een aantal belangrijke cijfers uit dit rapport zijn dat 74% van de ZP'ers aangeeft het moeilijker vindt om een opdracht te vinden sinds dat het DBA in werking is getreden. 38% geeft aan dat ze zelfs al één of meerdere opdrachten zijn misgelopen door de Wet-DBA. Uiteraard hebben we ook onderzocht hoe opdrachtgevers omgaan met de Wet-DBA en hieruit blijkt dat 11% van hen de opdrachten met hun huidige ZP'ers niet verlengt. Wij hebben dit rapport opgesteld om geluiden in de markt echt te staven met wetenschappelijk onderzoek, met cijfers en feiten. En dat hebben we gedaan op basis van meer dan 2000 reacties van ZZP'ers. En dat hebben we gebundeld in een onderzoeksrapport. Dit rapport ga ik betrekken bij het debat wat we nog gaan voeren met staatssecretaris Wiebes. Afgelopen dinsdag zijn de mondelinge vragen gesteld aan Wiebes. Hoe snel hij denkt te komen met een oplossing. Hij heeft beloofd dat er in november een brief naar de Kamer gaat en die brief zal zeker reden zijn voor een debat en daar gaan we deze resultaten ook in meenemen. De manier waarop dus nu de wet wordt uitgelegd en ook de manier waarop modelcontracten worden gemaakt en beoordeeld, het lijkt erop dat het perspectief van de ZZP'er zelf niet wordt meegenomen. En dat is raar, dat was natuurlijk het leuke aan de VAR, die was vervolgens niet handhaafbaar. Maar daar zag je wel dat er uit werd gegaan van de ZP'er zelf. Met dit rapport denk ik dat er voldoende munitie is om die wet toch op een andere manier vorm te gaan geven. Dus dat hoop ik echt dat er gebeurt. En ik zou het fantastisch vinden als wij daar een klein steentje in hebben bijgedragen. Ik ben aan het nadenken over verschillende manieren waarop we heel snel die uitvoeringspraktijk kunnen verbeteren. Ik denk dat de snelste route is via de Belastingdienst. Dat gaat op korte termijn gebeuren, maar dat moet ook op korte termijn gebeuren. Er is te veel onrust op dit moment. Opdrachtgevers haken af en we moeten zien dat we daar weer rust krijgen, zodat de ZP'er gewoon weer aan de slag kan.